Dat is de DB-killer. En dan gaan we nu starten zonder de DB-killer. Allereerst hou je deze twee bouten los. Je draait ze linksom. Ik haal even dit kapje los. Daar kan ik wat beter bij, kan ik het jullie ook wat beter laten zien. Ik zit vast met drie schroefjes. Nu kun je het heel duidelijk zien. Dit is de voorbocht en hier moet hij ingaan. En daar is hij afgeknapt. Hij zit er gewoon helemaal naast. Ze maakt natuurlijk ook een ontzettend lawaai. Nou, de uitlaat zit nu nog vast met deze sensor. Die moeten we even loshalen. En als die sensor eraf is, dan kun je zo de hele uitlaat demonteren. En dan gaan we daarna even het stukje bocht wat nog in de cilinder zit even loshalen. En dan kunnen we de nieuwe uitlaat monteren. Dus als eerste ga ik even de lambda sensor demonteren. Steeksleutel 17. Op de moer van de sensor. En dan linksom. En als je hem dan los hebt, kun je met de hand verder losdraaien. Zo, sensor is los. En in dit geval de uitlaat dus ook. Aangezien de bocht al kapot is. Nou haal ik alleen die laatste bout even los en dan trek ik de uitlaat er zo vanaf. Ik hou de uitlaat nu een beetje omhoog. Aangezien anders heel veel spanning op de bout komt te staan. Dan draai ik de bout los. En dat is hem. Het stukje wat in de cilinder gaat, dat zit er nog. Die moet ik nog even losdraaien. En als die los is, kunnen we de nieuwe uitlaat monteren. Je kunt het nu mooi zien. Nou, dit is de bocht. Bij jouw scooter zit er natuurlijk nog een uitlaat aan vast. Die zit vast met twee moertjes in maat 10. En die moet je even losdraaien. Het mooiste is als je een steeksleutel hebt met een ratel in maat 10. Dat is namelijk het allereenvoudigst. En dan hou je hem zo los. Als die een beetje los is, kun je met de hand verder draaien. En dat is 2. Zo. En daar is hem. Het eindstukje. Dus zoals je kan zien is hij helemaal verbogen. Probeer hem voorzichtig los te halen, dat je niet de tapeinde afbreekt. Dit is de nieuwe uitlaat die we gaan monteren. Carbon demper, samen met de uitlaatbocht voor de Piaggio Zip of Vespa Sprint Primavera Euro 5. Dus voor de nieuwste iGet modellen. Ophangbeugel, speciaal passend gemaakt voor dit blok. En twee veertjes om de demper vast te maken aan de bocht. Nou, dit is de uitlaatbocht. Met mogelijkheid voor de lambda zonde. Dus de sensor. Er zit ook een soort prop in om nogal enigszins wat geluid tegen te houden. Schuif hem zo in de demper. Allereerst monteren we de ophanging. Dit kun je gewoon doen met de twee originele bouten. Ik raad je aan om ook een beetje vet erop te smeren. Dat hij ook weer los wil als hij los moet. Ophanging zit. Dan pakken we het zakje met al het montagemateriaal. Deze is er namelijk voor om de demper vast te zetten aan de ophanging. Haal de blauwe beschermfolie er vanaf. Dit is de beugel om hem vast te zetten aan de ophanging. Ik moet nog even een rubber omheen. Rubber komt aan de binnenkant en dat is ervoor dat de demper niet beschadigt. Zet even iets onder de demper om hem te laten rusten, bijvoorbeeld een doos. En dan kun je vast de bocht in de cilinder monteren. En die zet je vast met de twee inbusmoertjes die je eerder hebt losgehaald. Dan plaats je nu deze ophangbeugel om de demper heen
met het rubber. Dan monteer je de meegeleverde bout met ring aan de buitenzijde. Dan monteer je hem aan de beugel. Daarachter komt weer het ringetje. En als laatste het moertje. Dan kun je de doos eronder weghalen. Zo. Dan kun je de ophanging nog een beetje op de juiste plek duwen. Ik zet hem nog niet helemaal vast. Nog even losjes, dat je hem altijd nog wat bij kan stellen. En dan ga ik de bocht nu goed vastmaken in de cilinder. Dus die twee inbusmoertjes die ik net heb vastgedraaid met de hand, die ga ik nu even goed vastzetten. Het makkelijkste is om dit te doen met een ratel maat 10. Zo, ze zitten nu redelijk vast. Draai ze om en om even goed vast. Hoeft niet al te strak. Je moet de boel niet doordraaien. En je moet ook nog los kunnen krijgen. Hier zit een boutje op voor de lambda sensor. Die halen we even los. Want de sensor moet er natuurlijk in gemonteerd worden. Dit is die sensor. En die moeten we dus monteren in de bocht. Even een belangrijk ding waar je aan moet denken. Je monteert hem gewoon uit de oude uitlaat door hem naar links te draaien. Maar ga hem niet van de kabelboom afhalen. Haal hem namelijk van de kabelboom af. Dan moet hij helemaal opnieuw ingeleerd worden wanneer je hem er weer op zet. En dan zal de scooter dus niet starten. Dus hou hem aan de kabelboom zoals ik ook heb gedaan. En dan kun je hem nu gewoon vastdraaien in de bocht. De bedrading draait nu wel mee als je hem vastzet. Dus wat je moet doen is je draait hem eerst een paar keer helemaal naar links. En als je hem dan vastzet naar rechts komen de draden weer goed te zitten. Ik heb die klem even losgehaald, dat die lambda sensor van die klem afkomt. Anders is die namelijk niet lang genoeg om bij de bocht te komen. Dus nu past die, ga hem eerst helemaal naar links draaien. Nog best wel vaak, want dan komt hij niet gedraaid straks in de bocht te zitten. En nu draai hem vast. Zo. Nou, dan pak je een steeksleutel in maat 17 en draai hem rechtsom om hem helemaal vast te zetten. Zo. De bedrading zal altijd een klein beetje gedraaid blijven. Dat is niet heel erg. Als er maar niet te veel spanning op staat. Dus in principe is nu alles goed gemonteerd. Ik ga nog even de ophanging goed vastzetten. Zet ik nu de ophanging helemaal goed vast. Ik houd het moertje op de achterkant even vast met een steeksleutel. En met de ratel zet ik hem vast. En dat is alles. Nou, ophanging zit goed vast. Deze bout zit goed vast. Hij zit goed vast in het cilinder. En de lambda sensor is gemonteerd. Dus in principe is nu alles klaar. We gaan hem even starten. Zul je het geluid ook even kunnen horen. Dan kun je nog de dB killer demonteren als je dat zou willen. Dan heb je nog mooier, zwaarder geluid. Wel harder. Dan heb je natuurlijk wel meer kans dat de politie moeilijk doet. We gaan hem even starten. Dit was het geluid met dB-killer. Gaan we nu de dB-killer eruit halen en kijken wat het geluid dan is.
Zo, boutje is los. Het is gewoon een inbusboutje. Haal de db-killer er even uit met een tangetje als je net hebt gereden, anders is die natuurlijk bloedheet. Dat is de db-killer. En dan gaan we nu starten zonder de db-killer. Het geluid wordt nu vooral wat zwaarder en wat harder, maar het klinkt wel een stuk mooier. Het is nu wel zo dat zonder db-killer heb je natuurlijk meer kans dat de politie je moeilijk over gaat doen. Dus als je voor de veilige optie gaat, zou ik voor de db-killer gaan. Dan wil je voor het mooiste en zwaarste geluid, kun je het beste de db-killer eruit halen. Je kunt de db-killer ook altijd terugmonteren als je wil dat het geluid wat minder wordt. Je kunt hem ook in je buddy leggen en dan op het moment dat je het geluid zachter wil hebben, zet je hem even terug in je demper. Je duwt hem er zo in. Doe het boutje weer in het db-killer aan de onderkant en zet hem vast. Zo, de db-killer zit er weer in. Zo makkelijk is het. Deze uitlaat wordt geleverd inclusief al het montagemateriaal. Dan moet ik wel zeggen, er zit wel een erg lange bout hierop. Als je dat niet mooi vindt en je wil graag een korter boutje, dan kun je natuurlijk gewoon even een kortere bout kopen in dezelfde maat. En voor de rest kun je alles hetzelfde houden. Dus uiteraard ga ik er ook even een korte boutje op zetten straks. Want dit ziet er natuurlijk wel wat minder mooi uit. Heb jij nou een Vespa Sprint, Primavera of Piaggio Zip iGet? En wil je graag zo'n super dikke uitlaat op jouw scooter en een mooi zwaar geluid? Bestel deze uitlaat dan goedkoop in onze webshop www.scooterproducten.com. Deze montagevideo krijg je er gratis als service bij. Zoals je kunt zien is de uitlaat eenvoudig zelf te monteren. Met deze uitlaat hebben sommige scooters zelfs dat ze knallen krijgen uit de uitlaat en eventueel zelfs vlammen. Wil jij dat nou ook? Bestel hem in onze webshop www.scooterproducten.com. Abonneer je op ons kanaal en tot de volgende video.